President Chandrika Prasad Santokhi heeft de samenleving op 7 februari 2021 geïnformeerd over actuele vraagstukken. Het staatshoofd was te gast bij live programma Tak Nangayu Press bij Radio SRS. Burgers kregen de gelegenheid om in te bellen en vragen te stellen, waarna de president deze heeft beantwoord. Kijkt u mee naar een fragment van het programma. De leidingen van de veiligheidsdiensten, controlediensten, diensten die belast zijn met toezicht, die zullen vervangen worden als ze zijn een onderdeel van een transformatie, reorganisatie en herstructureringsproces. Waarom? Omdat we geconstateerd hadden dat al deze diensten grote problemen hadden als het ging om vertrouwen naar de samenleving, als het ging om professionaliteit, als het ging om integriteit. Maar ook dat deze diensten uitgehold waren. Afgelopen 10 jaar. Behoorlijk uitgehold. We hebben aanzet gegeven bij DNV. Ook daar is een managementteam gekomen 3 maanden. Weer verlengd met 3 maanden, 6 maanden. Definitieve leiding. En het reorganisatieproces is daar al ingezet. Nationaal leger. Idem. Ook daar is een managementteam. Aangesteld met een waarnemend. Bevelhebber, daar hebben de mensen concrete functies gekregen. En ook dat, daar zie je het reorganisatieproces ingezet worden. Daarna zijn we gegaan naar korps politie Suriname. Meneer Enig, het probleem in het korps is zo groot dat je niet een korpschef weghaalt en een ander korpschef daar zet. En uitgaande van dat het opgelost wordt. No, het is immens. Het is groot, het is complex, het is complicated. Je moet een breder team daar gaan samenstellen. Het team is groter. Alleen die kopgroep zie je dan de 4 mensen. Maar daaronder is er een breder team. Een management ondersteuningsteam. Dan heb je een team van ruim 30 politieofficieren. Al deze mensen gaan opgeleid worden. In een trainingstraject. Met high level management skills. Police leadership cursussen. Met als gevolg dat je deze mensen klaarstoomt voor die organisatie. En daaruit wordt de beste persoon. Als korpschef, waarnemend korpschef en aan die andere functies. Hetzelfde geldt voor de douane. Dat proces is ingezet. Maar bij deze processen moet je goed overleg plegen met de vakbonden. Precies, om daarop te komen, goed overleg met de vakbonden. De politiebond is niet al te blij met wat er, of de wijze waarop het geschied is. Men vindt dat men te weinig of niet gekend is in zeg maar, het komen tot dit besluit. Hoe komt dat zo, als u zegt dat er juist wel overleg moet zijn? Kijk, ik heb gecommuniceerd met de politievakbond. Ze waren heel constructief. Natuurlijk ga je niet altijd alle partijen achter jou krijgen met jouw voorstellen, de inzichten en de strategieën. Iedereen heeft zijn eigen kijk op hoe je zaken zou willen reorganiseren. Belangrijk was dat de vakbond van de politie ons duidelijk gezegd heeft, ze willen de regering die ruimte geven voor die reorganisatie. Maar je moet ze ook bij betrekken, je moet een overleg ook voeren met hun. Datzelfde geldt, en ik heb ook de minister van Financiën gevraagd, voer ook overleg met de douanebond. En daar moet ik eerlijk toegeven, het heeft niet op tijd plaats gehad.